Dames en heren, welkom bij weer een nieuw reageer op video. Het is een tijd terug al dat ik weer een reageer op video gemaakt heb. Dus reageer op van BackTV. En we gaan nu vandaag reageren op Idols audities. Van de allereerste Idols uit 2002. Dus 19 jaar geleden dat deze allereerste audities op de buis kwamen bij RTL4. Ja, we gaan terug in de tijd. Het is midden in de zomer, maar toch een nieuwe video van BackTV. Als we nu toch weer een video maken, geef gelijk de gelegenheid dat na de zomer, in het nieuwe tv-seizoen, in najaar, BackTV live terugkeert bij BackTV. Met de Chris en Becky Show. Hey. Nou goed, we gaan gauw beginnen met de eerste auditie van Idols 1. Nou, oh. Hi Nick. Hallo. Heel blond, geverfd. Goedemorgen. Welkom. Ja, bedankt. Ja. Ga je voor ons zingen? Ik ga Charlene doen, Runaway van het Songfestival Estland dit jaar. De keuze is goed. Songfestival. Oké, okay. Nou doe je best. Ja. Ja. Just run away to the stars. Zo. Just run away to your heart. Hello. Oké. Okay. Dat was hoog. Zo. Ja. Zing je altijd zo hoog? Ja, ik kan niet laag zingen. Ah, joh. Nee, dan klinkt het niet. Echt niet. Nee. En hoog wel? Hoog wel. Denk ik tenminste. Ja, ja. Oh my god. Nou, ik vond het niet zo mooi klinken, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Je bent... Zacht uitgedrukt. De goede noten. Maar omdat je zo hoog zingt, komt het op mij eerder als een parodie over... dan op iemand die echt serieus iets zingt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is heel moeilijk om daar iets serieus ook mee te doen. Wat wij ik wel willen natuurlijk. Is goed. Dus helaas. Nou, bedankt dat ik de kans mag krijgen en veel succes met het programma. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Je zit hier prima om een programma te maken van BackTV. Reageer op. Next! Ja, dit is het verkrachten van een grootheid, Michael Jackson, die helaas ook al niet meer is, al 12 jaar niet meer. Ik heb een groot fan van Michael Jackson, dit is het afkraken van een grootheid. Verkrachten van. But the secret that she loves me for all time, means and true. Tell me what I got to do. Ik kan niet. Ik vind echt helemaal niks. Helemaal niks? Nee. A, heb ik dat geen talent gezien. B, ook niet. Ook niet. Doe je gewoon iemand na. Dus uniek is het zeker niet. Het dat is gewoon een slechte imitatie. Ja, C, denk ik niet dat er echt hele volksstammen te vinden zijn die een poster met jouw kop op boven hun bed willen hangen. Ja. D, kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet. Maar stop met gewoon voor je medemens. Hard is die, hè? Die Henk Krol Smit is echt een geweldige coach. Jurylid. Geweldig. Next. Hallo. Zo, Robin. Oké. Okay. Wat ga je voor ons zingen? Walking Away. Walking Away. Ga je gang. Mag ik beginnen? Wanneer jij er klaar voor bent. Oké. Okay. I'm walking away sometimes. Some people get me wrong when it's something are said or done. Okay. Sometimes people get me wrong when it's something are said or done. Sometimes. Dankjewel. Moeilijk, hè? Ja. Ja. Moeilijk, hè? Uitstraling. Geweldig. Gigantisch mist. En eind 2002 is net te vroeg om de witte sokken weer in te laten komen, denk ik. Sorry. Maar er komt dat ik je geen nieuws vertel dat je met je lichaamsomvang
nou niet echt het lekkere lijf hebt waar de meisjes... Oh, dat kan je niet zeggen! Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, zo'n reactie te geven. Om aan te werken, als je een verpletterende stem hebt. Maar je kan ook nog eens niet zingen. Nee. Dus wat mij betreft is het dan echt helemaal kansloos. Dag. Ze waren toen heel hard de jureleden toe vroeger. Dat is al lang niet meer zo. Bij The Voice of Holland. Ik heb die ambitie ook niet, volgens mij. Oké. Wat krijgen we nu? Oh ja, we krijgen ook een goede auditie tussen zitten. Dit is Roger. Dat is de zanger van Entwine. Hij wou niet door naar live shows, want hij wou met Entwine doorbreken. En bij Idols zit je vast aan andere regels. Oh, die niet. Goeie zanger. Hoor je niks meer van. Echt, zo zonde. Even googlen of nog iets van hem horen. Hij is echt goed. But we're not the same when we hurt each other and we do it again. You see. Wat doet hij tegenwoordig? Love the higher law. Love is a temple. Love the higher law. You ask me to enter. Then you make me crawl. I can't be holding on to what you got. When all you got is hurt. Echt goed. Won't love. Won't blood. Won't lie. Nee, ja, hij doet helemaal niks meer. Hij heeft wel iets gedaan tussen 17 voor het laatst. Gasttredend. Echt zonde. Wat is er van? Dat is zo goed, Roger, hè? Echt. Roger, de manier hoe jij je inleeft in je performance in het nummer, dat vind ik echt dat je dat heel goed doet. Ja, zeker. Ik vind je stem ook echt heel apart en ja, je hebt het gewoon echt heel goed gedaan, wat mij betreft. We zoeken naar een uniek talent. Jij bent het. Jij bent uniek. En ik vind het briljant hoe je met Ernie op je shirt en de vorige keer met Blub zegt de vis. En ik vind het gek dat je er bent. Cool, thank you. Right. Oké, geweldig. Roger. Laat weer wat voor je horen, jongen. Echt. We missen je. Volgende. Oh, nog een hele goeie. Dat zijn de workshops, hè? Everybody oh, hi. Looking for that something. Roy, de kleine broertje van Danny Rook volgens mij. En you'll find ja, it in strangest places. Places you never knew it could be. Dacht ik wel hoor. Roy, oh, is helemaal niks meer van. Face of their children. Some find it in their love's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Ja, goed hoor. And so impossible. Ah, het is niet helemaal krachtig. Hij heeft de live zoals niet gehad. Which one of you let go would have made you complete? I'm flying without wings. Nou, hoi. Ja, hoi. Ja. Ik vond dat jij in de vorige ronde een betere zangperformance neerzette dan je nu doet. Daarentegen ja, heb je wel een betere...
Uitstraling. Dus je hebt het naar mijn gevoel nu omgedraaid door heel veel moeite te doen voor de uitstraling naar het publiek toe. Mm-hmm. En daar heb je met je stem ietsje op ingeboet. Je zat er ook hier en daar, zat je er even naast. Dat is jammer, maar ik heb dus gehoord dat je het beter kan. Ja, ik heb je ook beter gehoord. En vooral bij het harde stuk vond ik toch wel dat je volume tekort komt eigenlijk. En daar ging je een beetje, ja, bijna wanhopig klinken van red ik het ja. wel? En kreeg ik het zelf een beetje benauwd. Je hebt me niet, ja. niet helemaal overtuigd. Oké. Okay. Ben je helemaal overtuigd? Ja. Het waren al zeiksnor in die tijd, hè, die juryleden. Goed, volgende. Next! Every night in my dream, I see you, I feel you. Ene Sabine was het, hè? Jack, Rose, oh my. And space Jack, waar ben je dan? Jack. Ik krijg helemaal zin om Titanic te gaan kijken vanavond op tv. Hij komt van de week weer op tv, dus volgens mij weer op een net 5. Dus ga kijken. Goed zo. Nog een keer. There's nothing I feel. And I know that my heart will go on. We'll say forever. Oeh, beetje vals. We zitten een beetje naast. Ook niet zien, hoor. Volgende, next. Nou, die is Sabine, enthousiast. Toen jij vertelde in de eerste ronde van ik ga 25 kilo afvallen, toen dacht ik, ja. Er zijn er zoveel die zich dat voornemen, maar of dat gaat lukken, dat zullen we nog wel eens zien. Nou ja, dat hebben we dan gezien. Dat is in elk geval voor jou al een overwinning. Ik heb toen gezegd ook goed gezongen, maar het verschil tussen hard en zacht is een beetje te groot. Ik hoor wel dat je eraan gewerkt hebt, maar het is nog niet helemaal weg. Ja, ik vond je performance heel goed. Je leeft je heel goed in, je straalt iets uit. Maar helaas vond ik je af en toe niet helemaal zuiver. Maar op zich niet slecht gedaan. Dankjewel. Huh? Ja, niet slecht gedaan. Ja, ik vond het niet helemaal sterk, maar hij vond het sterk genoeg, denk ik. Of niet? Was het door? Nee, niet meer. Welkom, oh. Sarah. Dankjewel. Oh ja, dit heb ik eerder gezien. 1. Wat ga je voor ons doen? Ik ga een nummertje van de musical Chicago zingen. Dat is keihard. Om te huilen, te janken. Ja. Ook nog? Ik weet niet wat ik daar verder bij moet zeggen. Dat is gewoon mijn nummer. Dat is jouw nummer. Ja. Dat is, zo. Als ik dat hoor, ja. Dan krijg ik van binnen echt zo'n lekker gevoel. En die lekker gevoel. Bam. We gaan wat doen. Nou, ik hoop dat als je het zingt... Te gaan botsen, boksen. Ja. Zo, dat is het. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, and all that jazz. I know your dip is gonna blow the blues. And all that jazz. And all that jazz, come on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you screwed up hard and want a brand new start to do that jazz. Yeah! Thank you. All that jazz. Erik. Ja, nou, ik word er wel vrolijk van in ieder geval. Dus dat ja. scheelt. Nou, dat is wel maar van. Ik vind eigenlijk wel dat je stem niet goed genoeg is.
Het is niet... Dat komt het zo, hoor. Wat ik in een popster zou willen horen, het geluid. En het is als ik dan denk naar theater of dat soort dingen, denk ik er eigenlijk net niet goed genoeg. Maar hij doet het wel heel leuk, vind ik. Ja, nou, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Zeker. Ja. Zo so far. Jullie weten niet wat je mist. Zo, kan! Dat is heel jammer. Wat een sukkel, zeg! Ze gaat gewoon weg. Wat een eikel. Nou, kunnen zij verder natuurlijk ook niet zo heel veel aan doen. Ik ga namelijk gewoon lekker ergens anders auditie doen. Ja, dat ging zo toen je hem daar, ja. Heb je dat gezien? Nou ja. Ja, Idols 1. Ik heb toen alles gezien. Ik ben 33, dus ik was toen 15, 14 jaar of zoiets. Iedereen vond Idols leuk om te kijken. Toen in die tijd. Elke tiener was een fan van Jamai en Jim. And I just can't turn it loose. Zo. That somebody's been getting next to you. Next to you. I don't wanna walk around knowing I was your fool. Cause being the man that I am. Just can't lose my cool. My friends keep telling me about the things that's going on, yeah. But deep in my heart, baby, I hope that I'm wrong. Yes, I hope that I'm wrong. But I know it, babe, somebody's sleeping in my bed, somebody's taking my place, baby. Somebody's sleeping in my bed, and you know what I need. Sebastian. Ja, ik hoorde je natuurlijk zeggen van ik heb veel aandacht besteed aan mijn zingen en minder aan mijn performance. Dat zie ik ook. Of de dames van de styling hebben niet extra hun best gedaan bij jou. Maar je bent heel eenvoudig. Heel eenvoudig ben je gekleed, hè? Ja. Dus dat kan een reden hebben dat je zegt van ik ga puur en alleen voor de zang. Maar uitstraling telt natuurlijk net zo goed mee. Ja. Ik vind dat je wel een goede performance hebt gegeven. Ik heb met plezier naar je geluisterd. Dankjewel. Ik ook. Nou ja, ik moest even een ding checken op mobiel, want... Ga door. Dat is met jou geluid. Ik ga ontzettend veel indruk maken met controle over mijn stem. Controle over je stem? Bereik. Nou, Steven. Controle en groot bereik. Laat maar horen. Check it out now. When did you ever, baby, have a real good day? Hey, come on, pretty now. I was getting pressured into something that has no meaning. They're there just to bring you down. Come on! Now. Yo! On every day. Je bent er druk van het nummer. Je bent volgens mij de enige van de 7626 kandidaten die in zijn eentje kan swingen en echt de swing kan vasthouden. Dankjewel. Het ging niet zo ontzettend goed, hoor. Maar... Nee, vond ik ook niet. Ja. Ik vond het te gek, man. Ja, dankjewel. Ja, hij vond het te gek. De dress to impress code is dan een beetje aan je voorbij gegaan, maar dat... Dat zeker, ja. Door een swingende presentatie. Zingend, ja, heel erg. Ja, welkom in de volgende. Ja, ik heb hier een hond die komt kijken. Zeg, van, wat gebeurt hier nou weer dan? Ja. Wat is Chris dat gekker doen? Ja, natuurlijk. Hij moet bijna uit. Nee. We gaan niet alle audities vandaag kunnen kijken al in deze Reageer op video. Komt een deel 2 ook zo aan. Schouders naar achter, borst vooruit. Nu daar moet ze niet het zelf doen. Fantastische meid. Ik wil ook nog meer delen, hoor. Ze is lief. Er zijn genoeg. En ze geven me heel veel aandacht en dat ben ik nodig. Dus, Kom maar. Ik ben Sunny Witjes. Welkom Sunny Witjes. Hallo.
Wat ga je zingen? Ik ga voor jullie zingen. I heard it through the grapevine. Oké, okay, leuk. Ja. Graag. Wow, I bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue. When I found out yesterday, don't you know that I heard it through the grapevine? Deze is goed, hè? Woo. Not much longer would you be mine. Oh, honey, I heard it through the grapevine. Through the grapevine. Oh, I'm just about to lose my mind. Honey, honey, well, not much longer would you be my baby. Baby. Ja. Erik, wat vond jij ervan? Ik ben onder de indruk van je verschijning, van je lengte, van je haar, van je jurk, van je glitters op je décolleté. Eigenlijk ook wel van je muzikaliteit. Hoe je die octaaf die je pakte en net niet even hop naar beneden. Dat vond ik een goede oplossing. Het is namelijk een vrij moeilijk liedje. Dat lijkt niet moeilijk, maar het is een moeilijk liedje wat je hebt gekozen. Zo lekker, hè? Jongens, het is mijn passie. Ja, zo lekker. Dat zie je ook wel. Ik vind die jurk vind ik, mooie jurk, kerstdiner en zo, maar ik vind het niet echt pop. Nee, maar goed. Maar het is meer eigenlijk een tip voor de volgende ronde. Ik geef je alleen even iets mee. Je ziet er perfect uit. En I heard it through the grapevine is een hele slimme keuze. Okay. Ik wou gewoon iets waar ik niet zo gauw mee vergeleken kon worden. Dat jullie echt konden zien dat ik het was. En niet dat ik iets naprobeerde te doen of wat. Heel verstandig. Nee, ja, heel verstandig. Heel goed. Ja, heel verstandig. Okay, ja, nee. Ja, heel verstandig hoor, zeggen ze allemaal. Ja, heel goed. Goed. Volgende. Next. We gaan even een paar nog doen, dames en heren. Dan ga ik even de hond uit laten. Dan komen we de volgende keer met de deel 2 aan. Oh. Let's go, girls. Let's go, girls. Oh, yeah. Oh, girl. Yeah. I'm going out tonight. I'm feeling all right. I'm gonna let it all hang out. Gonna make some noise. Even raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions. Make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, Oh, really go wild, yeah, doing it in style. Get in the action. Give it action. I come in my head, do it there. I wanna be free, I feel the way. Oh, my toe. Man, I feel like a woman. Oh, ik niet hoor. Ik ben een man. Suze. Ja, goed. Ik ga er niet echt veel verhaal van maken. Je ziet er goed uit. Vorige keer vonden we je ook top, alleen... God, het is warm hier binnen. Bleef toen wat achter, dan moest je aan werken. Ik vind dat je stem nog steeds achterblijft ten opzichte van je performance. Dus ik vond het niet goed genoeg. Ja, helaas, ik moet me daarbij aansluiten. Je stem vond ik de vorige keer wel lekker. En toen zong je een heel ander liedje. En dit is echt een liedje, want je zingt eigenlijk ook al van... ik ga schrijven en dat soort dingen, maar dat doe je dan niet. En dat moet eigenlijk wel in dit liedje. Dus ik ben ook niet super enthousiast, helaas. Dankjewel. Doei! Oké, hoe laat is het? Doe nog eentje, dames en heren. Doe nog eentje om dat te leren. Laat even kijken. I keep on falling. Wow! In. And I love you. Sometimes I love you. Sometimes I make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling. You go, girl. I love you. I never felt this
goed hoor. Just when I think I'm more than with a fool, I stop falling back in loving you. I keep on falling in and out. Oké, ik kan niet zingen. Ik moet niet gaan zingen. Dat gaat niet goed als ik ga zingen. Maar zij is goed. Echt. Waar is zij gebleven? Dat is ook niet echt. Tashka. Het is wel heel lastig om het spits af te bijten. En ik vind dat je dat goed hebt gedaan. Maar zoals ik in de eerste auditierondes al heb gezegd. Je moet leren je zenuwen onder bedwang te krijgen. En daar had je volgens mij nu weer last van. En ja, dat is wel heel jammer. Ik vond dat je het geweldig goed deed. Ik vind jullie heel goed uitzien. En ik heb van je genoten. Ik vond het top. Oké, dankjewel. Nou, hier laten we bij, dames en heren. De laatste was heel goed, hè? Waar is zij gebleven? Geen idee. We gaan volgende keer verder met de deel 2. Er komt misschien ook deel 3, deel 4, deel 5. We zijn er voorlopig lekker druk met reageren op audities van idols. Uit de vroegere tijd, heel lang geleden. Wat was het leuk vroeger. Ik zeg tegen jullie tot de volgende. En bye bye.